dit is een ingepakte lightsaber. Het is een cadeautje voor iemand. Ik ga dat komende vrijdag geven. Verder niet ontzettend belangrijk voor het verhaal nu, maar ik wou het gewoon heel graag laten zien. I've brought peace. I have brought peace. Freedom. Freedom. Justice. Justice. And security. And security. To my new empire. To my new empire. Welkom bij deze gloednieuwe video van Cinemakkers, de vierde keer alweer. Vorige keer hebben we het gehad over de grote blockbuster Oppenheimer. En natuurlijk, als je het over Oppenheimer hebt, dan moet je het ook hebben over Barbie. Toevallig ben ik naar beide films geweest op één dag. Dat was echt een slecht idee, maar ik heb het wel heel erg naar mijn zin gehad. Dus vandaag geef ik jullie een Barbie review. Stranded in the open, dried out tears of sorrow. Oh ja, en ik draag een pet voor het allereerst sinds maart 2023. Dat komt doordat ik een nieuwe kapsel heb. Mocht jullie een nieuwe kapsel willen zien, kijk dan deze video af. Ik zie jullie nu echt al scrollen, maar ja, dit werkt ook waarschijnlijk niet. Nog steeds, kijk dan deze video af. Oké, je kan je voorstellen dat toen de hele Barbenheimer memes begonnen, omdat Oppenheimer en Barbie uit zouden komen op één dag, toen zat ik telkens zo van, ik ga wel naar Oppenheimer en ik ga absoluut niet naar Barbie. Toen gingen mensen uit mijn kerk opeens naar Barbie. Toen gingen mijn ouders opeens naar Barbie. En toen zat ik zo van, oké, tijd om wel een keer naar die film te gaan. Het was best wel een leuke film. Ik heb er best wel van genoten. Ik ben daarna zelfs nog een keer geweest. Dus dat zegt niet superveel, want ik heb een abonnement op de bioscoop, maar nog steeds superleuk. De korte versie van het verhaal is dat Barbie leeft in Barbieland, waar alles perfect is en de vrouwen alles overheersen. Ken woont daar ook, maar die wordt eigenlijk niet gezien. Samen moeten ze voor een soort questen naar de echte wereld. Daar komt Ken er opeens achter dat in de echte wereld mannen alles regeren. Tenminste, af en toe is het de echte wereld en af en toe is het een soort cartoon. Sometimes it's like the real world and sometimes it's like a magical cartoon. Dus die gaat eerder terug naar Barbieland om daar een patriarchie te starten waarin alle mannen de baas zijn, terwijl Barbie haar quest nog even moet afmaken voordat ook zij terugkeert naar Barbieland, waar dan uiteindelijk alles veranderd is in een enorme patriarchie. En dan komt er een enorm gevecht tussen alle mannelijke hoofdrolspelers van de film. Dan is de patriarchie weer opgeheft en dan was dat eigenlijk de film. Dus als je het samenvat, wordt het eigenlijk nooit zo leuk dan als je die film gewoon kijkt. Het heeft gewoon een hele goede cast. Ik vond Margot Robbie heel grappig om te zien als Barbie, omdat ik haar alleen maar ken als Harley Quinn uit Suicide Squad. Je moet toegeven dat als je denkt aan twee vrouwen die het verst uit elkaar staan, dan zijn dat Barbie en Harley Quinn uit Suicide Squad. Dus dat vond ik erg interessant. En Ryan Gosling is ook een bekende naam. Ik heb volgens mij nog nooit iets gezien waar hij ook in zat, maar ik vond hem echt goed spelen in deze film, dus dat is een plus. Verder, het tempo van de film is echt snel. Je wordt er een soort van doorheen geramd, in plaats van dat het echt heel veel praten is zoals bij Oppenheimer, heb je echt telkens een soort overload aan prikkels, waar ik erg van genoten heb. Dat zorgt er ook voor dat je als de film voorbij is, echt zo zit van, is hij echt nu al voorbij? En dat had ik zeker bij deze film. Ik wou zeggen, misschien is het raar dat ik als man daarheen ben geweest, maar iedereen die ik heb gesproken is naar de film geweest. Dus waarschijnlijk is iedere kijker die dit nu kijkt ook naar de film geweest. Mocht dat niet zo zijn, laat het weten in de reacties. Ik vond het leuk dat Will Ferrell de head guy speelde van Mattel. We should get Will Ferrell to play the head guy. People can't hate Will Ferrell. Ik ken Will Ferrell van The Office en daarin was hij niet een superstar karakter, maar in deze film was hij echt super grappig. En tot slot, ik vind een van de beste dingen van deze hele film, vind ik hoe ze het voor elkaar hebben gekregen om hem voor mannen empowering te krijgen en om hem voor vrouwen empowering te krijgen, zonder dat het voelt alsof er heel erg een geforceerde dubbele boodschap in zit. En dat was gewoon best wel sterk. Dus ik heb heel erg van deze film genoten. Ik raad aan dat jullie hem sowieso gaan kijken als je hem nog niet hebt gezien. En als je hem nog niet hebt gezien, raad ik aan dat jullie eerst Oppenheimer kijken en op dezelfde dag, later die dag, Barbie kijken. Dat is de allerbeste manier om dit te bekijken. Omdat ik zo ontzettend enthousiast ben over deze film, zet ik hem in de grote ranglijst op plek 3. En dan krijgen jullie nu van mij de top 10 te horen. Op plek 10 staat nog steeds Transformers Rise of the Beast. Het is tijd dat die er een keer uitgaat. We find this alone, we find it together. Op plek 9 staat No Hard Feelings. You have a Roadrunner tattoo covering your entire back. I don't think you should tell anybody what to do with their body. Op plek 8 staat de horrorfilm Insidious The Red Door. We're ready to forget the further, once and for all. Op plek 7 staat Hypnotic. Wasn't my intention.
Just for a second. Op plek 6 staat Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. His fate is written. Shall we write yours too? Op plek 5 staat Indiana Jones and the Dial of Destiny. Hitler made mistakes. And with this, I will correct them all. Op plek 4 staat de video van vorige week, de film Oppenheimer. You're the great improviser, but this... You can't do in your head. Op plek 3 staat de film van deze week, de film Barbie. You guys ever think about dying? Op plek 2 staat de film To Catch a Killer. Aggressive, addictive, antisocial. This is the profile of people we arrest, not hire. En op plek 1 staat nog steeds de film The Flash. We try not to die. Are you ready? Ready. Ik snap dat het misschien voor jullie verwarrend is dat ik Barbie boven Oppenheimer heb geplaatst. Ik vond Oppenheimer ook super goed, maar ik vond Barbie nog meer, het was meer uitgevoerd echt als één verhaal. Ik vond het op zijn eigen manier een betere, in dat genre een betere film. Dan heb ik nog iets leuks voor jullie als een soort extraatje. Vorige week heb ik jullie verteld over de top 10 leukste films die ik thuis heb gekeken in de tijd dat ik ook naar de bioscoop ben gegaan. Dus deze week vertel ik jullie over de top 10 leukste seizoenen van series die ik afgelopen tijd zelf thuis heb gekeken. Op plek 10 zat ik het 14e seizoen van Family Guy. Ik heb daar heel erg van genoten. Ik lach altijd heel erg om Family Guy. Ik vind het een heerlijke serie voor als ik gewoon even niks te doen heb. Of als je net even tussen bijvoorbeeld twee blokken van leren door of zo heel even iets wil kijken en wil lachen. Best wel een leuke serie. Hey Meg, Thanksgiving's over. Come help me with the Christmas decorations. Meg, help me with the Christmas decorations! Op plek 9 plaats ik het 15e seizoen van dezelfde serie. Nog steeds lachen. Ook leuk, ja, je zou ze om kunnen keren, maar het zijn kwalitatief niet super goede dingen, maar het zijn wel altijd echt seizoenen waar je keihard om kan lachen. Dus zo ook om dit seizoen. I'm hurt pretty bad. Like that time I was running with scissors. You run like a girl. Op plek 8 zet ik het eerste seizoen van Secret Invasion. Secret Invasion is een project van Marvel. Ik heb ervan genoten, maar de serie was gewoon niet zo goed. Dus daarom staat hij niet heel hoog. You're in no shape for this fight that lies before us, old friend. Op plek 7 staat de serie Andor van Star Wars. Andor is een hoofdkarakter in de film Rogue One, A Star Wars Story. Hij heeft zijn eigen serie. De serie was best wel oké. Vooral de gevangenisontsnappingsscène was echt 10 out of 10. Maar verder duurt hij ook wel erg lang. Dus vond ik hem niet heel hoog staan. Maar wel op deze plek. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. Op plek 6 zet ik het eerste seizoen van Agents of S.H.I.E.L.D. Agents of S.H.I.E.L.D. is al best wel oud, maar nog steeds wel een leuke Marvel-serie. Heel veel mensen hebben het niet gezien, maar het is zeker de moeite waard. Ook als je meer achtergrond wil krijgen voor het verhaal van Secret Invasion. I'm clearance level 6. I know that Agent Coulson was killed in action before the battle in New York. Welcome to level 7. Op plek 5 zet ik het tweede seizoen van Iron Fist. Iron Fist komt van de Netflix Marvel Avengers. En best wel een leuke serie over een street level vigilante. Zeker de moeite waard. You have not been home in days. You barely sleep when you are home. How many times a night you light that fist up? Op plek 4 zet ik het allereerste seizoen van The Mandalorian. Iedereen praat over The Mandalorian als je het over een Star Wars serie hebt. En het is ook best wel een goede serie. Ik moest in de eerste twee afleveringen er echt wel even inkomen. En toen dacht ik van serieus, is dit waar iedereen zo cool over praat? Maar daardoor wordt het echt super leuk. Dus dat is ook een aanrader voor jullie. Bounty hunting is a complicated profession. Op plek 3 plaats ik het eerste seizoen van de serie Moon Knight. Is een Marvel serie. Ik heb erover gepraat in mijn serie waarin ik praatte over alle Marvel series. Dus kijk die ook zeker. En kijk Moon Knight. Hello and welcome to Staying Awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Op plek 2 zat ik het eerste seizoen van Obi-Wan Kenobi. Ik heb daar heel erg van genoten. Echt zo'n heerlijke Star Wars serie met Ewan McGregor terug als Obi-Wan en Hayden Christensen terug als Darth Vader. Dat was gewoon echt fanservice en ik heb er heel erg van genoten. I want every lowlife and bounty hunter to squeeze him. En dan plaats ik op 1 het derde seizoen van Daredevil.
Daredevil is de blinde advocaat. Hij krijgt in 2024 zijn eigen serie op Disney+. Zeker de moeite waard om nog even de oude Daredevil dingen terug te kijken. En het derde seizoen is van de drie absoluut het beste. Dus dat is ook een aanrader voor jullie. I used to listen to people asking for help. That's what I was trying to do, was help people. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Cinemakkers. Mijn nieuwe kapsel is best wel extreem, dat is namelijk dit. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, laat dat weten in de comments, dat is goed voor mijn zelfbeeld. Dan zie ik jullie hopelijk heel snel weer volgende week vrijdag bij een gloednieuwe aflevering van Cinemakkers. Ik weet nog niet over welke film we het gaan hebben, maar sowieso iets over iets wat nu in de bioscoop is. Tot ziens, tot later!